hier naartoe en ja, zwerfafvalraper en je ziet al een blikje, een flesje liggen in dit geval, daar stap je niet overheen. En dan kijk eens goed, wat staat er? Hij lag hier voor de deur, het strandstand zit erop. En nu pak je hem echt op. Niet alleen ik, maar andere mensen ook. Trots ben ik dus dat ik hier sta. Zo letterlijk en figuurlijk aan de vooravond van de invoering van statiegeld. Van plastic flesjes, halve blikjes. Waar staat Go Clean? Wij zetten ons in voor een schone leefomgeving door zwerfafval op te ruimen. En ons was altijd al duidelijk, daar hoort een bronaanpak bij. En zelf kom ik veelvuldig in Finland en daar heb ik gezien dat statiegeld een heel effectief instrument is. Dat was voor ons dus ook heel makkelijk en een logische stap om ons uit te spreken voor statiegeld op plastic flesjes en blikjes. En ons aan te sluiten bij de statiegeldalliantie. In onze contacten kwamen we erachter dat dat veel breder in de Nederlandse samenleving betekent. En daarom hebben wij besloten om organisaties gewicht aan te gaan schrijven. Op te roepen om zich ook uit te spreken en zich aan te sluiten bij de statiegeldalliantie. Dat heeft erin geresulteerd dat 98% van de Nederlandse gemeenten, alle provincies en alle waterschappen, maar ook waterlijnbedrijven, de Consumentenbond, de ASM-bank, zometeen, Jantje Beton, de Fietsersbond, nou, ik ga ze niet al heel veel opnoemen, maar zich hebben uitgesproken en hebben aangesloten. En daarmee hebben wij laten zien dat burgers dit echt in Nederland wilden. En steun gegeven in de richting van de staatssecretaris. Maar een maatschappelijk applaus hebben gegeven dat zij gefundeerd en het gedragen besluit kon nemen. Kortom, 1100 organisaties maakten individueel een klein verschil en samen creëren ze impact.